Nou, waar we hier op het bedrijf ook tegenaan zijn gelopen, is dat als de koeien droog gezet worden, dan komen ze in een groep droge koeien met allerlei dieren die al wat langer droog staan of kalfaarsen. Dan heb je het risico dat de pas drooggezette koeien melk uit gaan liggen, waar dus de andere koeien dan weer in gaan liggen. En zo creëer je wellicht een nieuw mastitisprobleem. Jelle heeft hier dus nu een mooi hek voor besteld, zodat hij die twee groepen kan splitsen. Dat de koeien die pas droog staan, de eerste week even afgezonderd zijn van de andere dieren.